Na de wedstrijd Staphorst tegen Sportlust staan we tegenover Fouad Belarbi. Fouad, was dit vandaag je eerste basisplaats of vergis ik me? Nee, vergis ik. Het is uit mijn hoofd de vierde of derde. Dinsdag stond ik ook in de basis. En, toen was ik er niet, dus dat heb ik niet gezien. Vandaag Staphorst uit op gewoon gras. Is dat veel aanpassen of gaat dat je gemakkelijk af? Ja, sowieso. Ik denk de wedstrijd die we op gras spelen, dat we er sowieso wat meer moeite mee hebben. Ik denk alle ploegen eigenlijk. Maar ik vond het veld vandaag wel wat beter dan tegen Harkemaanse Boys. Omdat het wat had geregend. Dus dan gaat die bal wat soepeler over het veld. En zij zijn natuurlijk gewend om op dit veld te spelen. En dus voor hun is het wat makkelijker. Maar ja. Dan even over je eigen wedstrijd. Het was hard werken vandaag. Ja, zeker. Zeker. Die wedstrijden hoorden erbij. Ik stond ook op een andere positie. Normaal ben ik een van de aanvallers. Nu was ik zeg maar een middenvelder, een van de drie. En veel verdedigend werk moeten doen. En als er de ruimte lag, kon ik dan ook aanvallend mijn steentje proberen bij te dragen. Ja, veel verdedigend werk. Dat is je goed afgegaan, want we hebben eigenlijk geen kans weggegeven. Ja, precies. Ik denk dat zij eigenlijk niet echt gevaarlijk zijn geweest. Los van natuurlijk standaard situaties. Corners, vrije trappen, ingooien. Maar ja, daar ontkom je niet aan. Dus, Al met al kunnen we denk ik wel concluderen dat dit punt een teamprestatie is geweest vanmiddag. Ja, zeker. En ik denk ook dat er wel wat meer in had gezeten. Dan moet je een beetje geluk hebben in de afronding. Ik denk dat het veld daarin ook wel een rol speelt. De bal van Daniel die net opstuitert. Ik denk op kunstgras of op een goed grasveld schiet hij hem zo binnen. En nog wat kansjes. Maar ja, het is eenmaal de situatie en het is niet anders. Dus uiteindelijk ben ik wel tevreden met een punt. Dan aankomende week even rustig trainen. Opwerken naar een dubbel weekend met Barendrecht en VVSB. Ja. Kijk je daar naar uit, naar een dubbel weekend? Ja, eigenlijk zijn we niet anders gewend de afgelopen tijd. Twee keer in de week spelen. Dus nu zit er dan één dagje tussen. Het is wel wat zwaarder, maar ik denk dat we zo lang niet hebben gevoetbald. Dus uiteindelijk moet je blij zijn dat je überhaupt mag voetballen. Nou, dan gaan we uitkijken naar volgend weekend. En zien we je zeker weer op het veld. Dankjewel voor het interview. Ja. Goeie thuisreis. Graag gedaan. Hetzelfde. Hoi.